kennen jou van je fantastische serie natuurfoto's die je onlangs hebt gepubliceerd en uitgegeven in Huize Beeklust. Daarnaast ben ik bezig geweest al jaren met watermolens. Een project over watermolens leek mij heel erg mooi. En dan bedoel je watermolens in Twente? Ja, alle 10 watermolens in Twente. Er zijn er 10, want de laatste, de 10e, die staat in het Openluchtmuseum Ootmarsum als klein overblijfsel van de vroegere oude watermolen. Ik heb daar uit mijn archief vanaf het jaartal 2003 heb ik ontzettend veel foto's en routes van watermolens. Waarom jouw liefde voor watermolens? Het zijn idyllische plekjes met mooie beekjes en er is vaak een gezellig restaurant bij. En voor een dagje uit in Twente, oet in Twente, is dit natuurlijk schitterend. Daarnaast, ik heb niet alleen de watermolens in de picture gebracht. Ik heb daarnaast in boekvorm zou het wel 70, 80 bladzijden zijn. Maar ik heb dat in een assortiment e-book in een blog gemaakt met posten. En elke post slaat op een watermolen. En die watermolen heb ik dan gevuld met foto's, tekst, technische zaken. Ik heb daarbij heel veel links gebruikt. Bijvoorbeeld van een boek van Ter Kuilen die foto's maakt van 100 jaar geleden. Of die maakt hij niet meer, is overleden. Maar die zijn verzameld in zijn boekwerk. Prachtig dat je die watermolens allemaal geprojecteerd hebt. Maar ook de routes daar naartoe, per auto of per fiets, daar ben je nu nog mee bezig. Ja, klopt. Ik heb het project van watermolens afgemaakt. Daar kom ik straks nog weer op terug. En de routes, daar ben ik nu mee bezig. Dat is een heidens karwei, want ik ga de waterstad Almelo verbinden met elk van de 10 watermolens. Via fietsroutes en via autoroutes. Zal de waterstad Almelo blij zijn met jouw initiatief? Nou, blij. Nu moet ik een zucht van verlichting slaken. Ik heb van zomer al, afgelopen zomer, heb ik de BMW en de managers van Almelo Promotie daarvan in kennis gesteld. Maar gek genoeg heb ik van Almelo geen enkele reactie gekregen. Dat is eigenaardig, want de omliggende gemeenten die zouden graag startpunt willen zijn. Die hebben mij gevraagd. Ik neem aan dat je je gewend hebt tot de wethouder hier in Almelo. Wat zegt die ervan? Nou, ik heb tot heden geen reactie gekregen. Dus, en met Almelo Promotie, die weet dus ook van Wantem. Maar ik heb die handschoen nog niet, die is net niet aangepakt.